ben Mel Hermans en mijn bedrijf heet Hair Extreme & Beauty. En wat gebeurt hier allemaal? Ja, knippen, heel veel kleuren. Feunen wat minder. We hebben ook een nagelstudio. We hebben een schoonheidssalon. We hebben een tatoeërshop die veel gedaan wordt voor permanente make-up. En ook wat kleine tatoeages. En wat doen we nog meer? Ja, ik vind het eigenlijk al genoeg zo, hè? Best wel heel veel. Als klein kind heb ik er eigenlijk nooit zo over nagedacht om het kappersvak in te gaan. Maar van creatieve dingen hield ik wel al. Dus dat is ook het kappersvak. Natuurkleur om de grijze haren weg te doen, maar het kan ook net zo goed gewoon een ander kleurtje eens een keer zijn, op een andere manier, op een lok ergens gewoon in, of ja, bepaalde delen wel kleuren en andere delen weer niet kleuren. Specialiteit is denk ik wel heel veel kleuren, want dat doen we heel veel en er wordt ook heel veel gekleurd op het moment. Ik denk dat we wel allemaal dezelfde kleuren hebben als ieder andere kapsalon, maar ik denk dat we er meer creativiteit mee doen. Dus meerdere kleuren, extremere kleuren en gewoon dingen wat niet standaard is. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Kleur om de grijze haren weg te doen, maar het kan ook net zo goed gewoon een ander kleurtje eens een keer zijn, op een andere manier, op een lok ergens gewoon in, of bepaalde delen wel kleuren en andere delen weer niet kleuren. Wat mist u dan het minste aan uw bedrijf? Het minste? Ik mis mijn hele bedrijf altijd als ik op vakantie ben. En als u niet deze kapperszaak was begonnen, wat denkt u dat u dan was gaan doen? Dan was ik een bloemenwinkel begonnen. Want ik ben ook erg gek op bloemschikken en met planten bezig zijn. Vind ik ook erg leuk. Hartstikke goed. Is verder zo naar je zin? Ja, helemaal wat je verwacht had ervan. Nou, mooi. Betaald had je al, de stempel dus nog. Ja. Okay, alsjeblieft. Bedankt. Ja, oké. Okay. Veel plezier ermee. Hè? Dag. Dag. Ik vind het heel belangrijk dat het personeel en ik het erg naar ons zin hebben. En dan wordt je werk vanzelf ook erg leuk, denk ik. En ik denk dat de klanten...